Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulk Krijic. Ik ben Community Manager voor SkyWorld Community voor Nederland en België. Dit doe ik sinds medio juli 2023. En wat ik eigenlijk achter de schermen doe, is ervoor zorgen dat iedereen de best mogelijke informatie krijgt om de ontwikkeling van Unity String Technologies zo goed en zo kwaad mogelijk te volgen. Daarnaast participeer ik binnen SkyWorld Community sinds 2017. En in de afgelopen 6 jaar kan ik alleen maar zeggen dat de ontwikkeling naar mijn tevredenheid is verlopen. En dat ik nog alle dagen ontwikkelingen zie die mij geruststemmen over alles wat er komen gaat in de nabije toekomst. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de communicatie in Nederland. Dat is reeds al gezegd, zoals mijn functie als community manager. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. Mocht je een vraag hebben, dan kunnen jullie me altijd na deze webinar ook persoonlijk benaderen. Er is een e-mailadres bijgekomen. Hier ben ik ook op te bereiken. Dus mochten er vragen zijn, je kunt me op verschillende manieren benaderen of bereiken, zodat ik jullie vragen kan beantwoorden. En de vragen die we misschien niet altijd een even snel antwoord hebben, die zullen we zullen er wel naar streven om ervoor te zorgen dat het antwoord ook binnen enkele dagen alsnog gegeven kan worden. Middels SkyWorld Community hebben wij de mogelijkheid om de ontwikkeling van Unity String Technologies middels een grote crowdfunding te ondersteunen. Dat is voor iedereen een vrije keus. Daar zitten ook geen verplichtingen aan. Maar dit laat wel zien hoe de bedrijven werken, hoe de bedrijven samen met elkaar werken. Dus vind je het interessant, dan heb je middels SkyWorld Community de mogelijkheid om dus te participeren in Unity String Technologies of in andere producten die in de nabije toekomst ook met jullie gedeeld gaan worden. We hebben op dit moment te maken met een klein milieuprobleem. De aarde warmt langzamerhand op en dat is een cyclus die eigenlijk onomkeerbaar is. Er zijn een hele hoop goede innovatieve ideeën gelanceerd. De een is beter als de ander en de ander is misschien slechter als de een. Maar uiteindelijk proberen die ideeën er wel voor te zorgen dat de aarde misschien een klein stukje minder hard zal opwarmen en dat er wat ruimte komt voor de natuur om te herstellen. Echter is het wel zo dat alle ideeën het niet gaan halen bij de ontwikkelingen van Unity String Technologies. En Anatoly Unitsky, dat is de general designer van Unity String Technologies, is medio 1978 van de vorige eeuw begonnen om zijn idee te visualiseren. En sinds 2014 is hij ook daadwerkelijk begonnen met het assembleren, certificeren en te patenteren van alles wat hij tot nu toe heeft ontworpen. Want het is wel zo dat hij een fantastisch totaalconcept heeft, wat natuurlijk vanuit vele kanten beschermd moet gaan worden. Nou, wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is dus de general designer van Unitsky String Technologies. Is de bedenker van het concept Unitsky String Technologies. En heeft wereldwijd verschillende samenwerkingen met bekende instanties. Denk hierbij aan de Verenigde Naties. En ook aan minder bekende instanties. Maar veelal zijn het toch wel bekende instanties. Daarnaast heeft hij ook een aantal boeken geschreven. Heeft een aantal prijzen gekregen voor het werk wat hij heeft verricht. En hoe oostelijker je gaat op deze aardbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is. Hoe westelijker je komt, hoe minder bekend Anatoly Unitsky is. Nou, dit is Anatoly Unitsky met een van de vele certificaten. Zoals reeds ook al aangegeven, alles wat hij tot nu toe ontwerpt, dat moet gecertificeerd worden, dat moet getest worden. En ja, het testen en het ontwerpen, daar heeft hij invloed op. Maar het certificeren van alles wat hij ontwerpt, dat moet altijd door een onafhankelijke instantie gebeuren. Maar het is echt wel zo dat hij in de afgelopen jaren, en dan praat ik al zeker over bijna 10 jaar... Wat wij nu effectief kunnen volgen, een hele hoop certificaten en een hele hoop patenten heeft mogen krijgen en in ontvangst heeft mogen nemen voor het werk wat hij heeft mogen verrichten. En dat komt allemaal ten goede in hetgeen wat wij ondersteunen. Nou, dit zijn ook nog een aantal certificaten. Dan rijst ook altijd de vraag van, ja, maar wat maakt nou dat Unity String Technologies in Europa niet actief is? Dat is een hele terechte vraag en die kan ik heel simpel beantwoorden. Voor nieuwkomers zoals Unitsky String Technologies is er op dit moment in de huidige Europese transport- en vervoersmarkt, want daar hebben we het nu over in deze webinar, is er geen ruimte. Overheden doen concessies met fabrikanten en dat gaat vaak over tientallen jaren, waardoor je dus als nieuwkomer echt op je beurt zal moeten wachten. Dus je bent eigenlijk afhankelijk van overheden die het wel in jou zien zitten. Dus we mogen onszelf in onze handen wrijven dat de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten het in het eigenlijk in het ontwerp, in het concept van Unitsky String Technologies heeft zien zitten. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook persoonlijke certificaten. En dit is een persoonlijk certificaat dat is afgegeven door de Amerikaanse autoriteiten.
waarbij hij is toegetreden tot de Club van Oudere Engineers Wereldwijd. Dus ja, dit zijn eigenlijk hele mooie certificaten die ik met jullie kan delen. Nou, Hinitsky String Technologies kan voor een hele hoop zorgen. En als we kijken hoe dat er dan uitziet in de realiteit, dit is een foto die gemaakt is op het Ecotechnopark, dan zie je dat er heel veel ruimte overblijft voor grasgazon. En dat alles zich op het tweede niveau bevindt. Dus op het tweede niveau rijdt ook de module, zoals jullie op de foto zien. Jullie zien verticale pilaren. En vanaf heden zal ik dus de verticale pilaren intermediate supports gaan noemen. En het horizontale gedeelte, dat is de stringrail. Nou, wat kan Hinitsky String Technologies bereiken? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te implementeren. Dus heb ik het puur over te implementeren in bestaande infrastructuur dan infrastructuur die nog gebouwd moet worden. Het is een beter systeem voor mens en natuur. Het zorgt dus ook voor een beter leefklimaat. En het is veel efficiënter. Dat is eigenlijk een korte greep uit de samenvatting van wat Hinitsky String Technologies kan bieden. Dan is er ook altijd een selecte club die zegt van ja, maar dit systeem bestaat al. In Duitsland hebben ze verschillende systemen die ook op het tweede niveau rijden. Kijk maar naar de stad Wuppertal. Nou, dat heb ik gezien. Daarvan is ook de foto aan de linkerkant. Ja, het idee van een transportsysteem op het tweede niveau is misschien niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat het systeem van Anatoly Hinitsky zelfsturend, zelfdenkend en zelfrijdend is. En het is natuurlijk een antwoord op een groot wereldwijd probleem wat we hebben in gele grote steden. Als we naar de rechter foto kijken, dan zien we dat er een weg letterlijk is dichtgeslipt. En wat kun je dus bereiken met de implementatie van Hinitsky String Technologies? Daarmee kun je bereiken dat bijvoorbeeld bussen, vrachtwagens en eigenlijk vervoersmiddelen die er niet toe hoeven te doen, dus die niet essentieel belangrijk zijn, dat je die zou kunnen verplaatsen van het eerste naar het tweede niveau. Dan is er ook altijd een aantal die zegt van ja, maar dit is een kabelbaansysteem. Nou, nee, dat is toevallig niet waar. Hinitsky String Technologies is een compleet innovatief systeem, wat ik net ook al reeds heb aangegeven, zelf kan rijden, zelfsturend is en zelfdenkend is. Een kabelbaansysteem, daarentegen, is veelal een getrokken systeem door middel van tandwielen, zowel boven als onderaan een helling. Neem je bij de gedachte van de skilift. Dit is dus Hinitsky String Technologies. Dan zullen mensen zeggen, ja, maar dat zie je wel, dat hangt aan een kabel. Ja, dat hangt ook aan een kabel, maar dat is geen kabel, dat is een stringrail. Het is zeer vernuftige technologie. Ik ga er in deze webinar niet te diep op in, omdat deze webinar ook behapbaar moet blijven voor mensen die misschien nog willen participeren of dat reeds hebben gedaan, maar nog niet bekend zijn met de technologie. En het laatste wat ik wil is dat ik die mensen afschrik met allerlei stuurgetallen, kerngetallen en staffeltjes die wel interessant zijn, maar voor een ander moment beter beschikbaar zullen zijn. Nou, als we gaan kijken, dan is het idee van Hinitsky String Technologies om dus passagiers van A naar B te vervoeren op het tweede niveau. En dat kan hij dus ook doen met vrachtvervoer. Dus je ziet dat alles zich bevindt op het tweede niveau. En als we dan gaan kijken hoe dat er dus uit zou zien in ons aardoppervlak, dan hebben we hier een platte, eigenlijk een 2D-pannenkoek, zullen we maar zeggen, om het heel simpel te houden. En je ziet dat ons aardoppervlak bestaat uit heuvels en uit dalen. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, moeten wij de grond egaliseren. Als dat is gedaan, dan zie je dat bijvoorbeeld dieren letterlijk en figuurlijk in het gedrang komen en dus ook hun oorspronkelijke leefgebied kwijtraken, omdat wij mensen namelijk bouwzuchtig zijn. Als de grond is geëgaliseerd, dan gaan we verder met de fundering. En de fundering neemt ook al veelal meer ruimte in beslag dan effectief noodzakelijk zou hoeven zijn. En als we dan kijken naar het eindresultaat, dan komt er een doorsnede op van een spoorconstruct. En dan zie je dat er een soort drietrapsraket ontstaat, waarbij er heel veel ruimte is gebruikt voor de egalisatie. Iets minder voor de fundering en uiteindelijk het bouwconstruct, een doorsnede van het spoorconstruct. En als we dan gaan kijken naar de onderste afbeelding, dan zien we het innovatieve transportsysteem van Hinitsky String Technologies. Wat bestaat uit verticale intermediate supports en een horizontale stringrail. En wat direct opvalt is dat ons aardoppervlak gewoon intact blijft. De intermediate supports kunnen ook op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan spanwijdtes van 20 meter. 200 meter, 100 meter en zoals in de Emiraten nu getest gaat worden op 288 meter. Wat direct opvalt is dat er dus heel veel ruimte overblijft voor de oorspronkelijke vorm van onze aarde en dat bijvoorbeeld natuur in bepaalde gebieden ook weer op adem kan komen en kan teruggroeien. Op het moment dat de stringrail is gespannen, dan worden de uiteindes bijvoorbeeld uit de grond gehaald en die worden bevestigd aan zogeheten ankersupports.
En dan zie je dat er uiteindelijk gewoon een spanwijdte kan worden gerealiseerd van 288 meter als voorbeeld. Dan hebben we ook een heel belangrijk systeem wat zich bevindt onder de witte kappen of bij de nieuwe modellen onder de blauwe kappen of de groene kappen. Dat is het ontsporingssysteem. In het Engels is het het anti-derailment system. En dit systeem zorgt ervoor dat de modules niet kunnen ontsporen. Dus er is geen mogelijkheid dat die modules van de stringrail kunnen afgeraken. En daar wordt dus ook uitvoerig op getest, mocht dit het geval zijn. En Unitary String Technologies zou commercieel zijn, dan zou de chaos niet te overzien zijn. En dat is ook een van de redenen dat de ontwikkelingen van Unitary String Technologies af en toe wat langer in beslag nemen. Omdat het wel zo is dat Unitary String Technologies met zijn team van engineers geen fouten kunnen permitteren. Dat kunnen ze zich niet veroorloven. Aan de rechterkant zien we een doorsnede van de stringrail. En wat we dan zien is dat de bovenkant bestaat uit een railbedding. Dit is ook het punt waarbij Unitary String Technologies een gigantisch veel jaar garantie op afgeeft. Dan zien we zes stringrails in de behuizing zelf. Dat is eigenlijk, om het heel simpel te visualiseren, dat zijn gewoon getwiste snaren. Denk je bij aan een gitaarsnaar. Dan hebben we opvulmateriaal en alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing. Dus het is oersterk, het is loeisterk. Nou, de modules kunnen ook op een interval in de toekomst van 2 seconden achter elkaar rijden. Dus dat is gigantisch snel. En daar binnen die 2 seconden zijn ze ook in staat om met elkaar te communiceren en eventuele problemen te detecteren. Ja, dit is dan een opstapstation van Unitary String Technologies, hoe dat eruit ziet. We zien aan de linkerkant zien we een foto die al iets ouder is. Maar aan de rechterkant zien we een foto die middels 3D-technologie is geïntegreerd in een bestaande foto. Dit is in Rusland is dat gerealiseerd. En dat is de overheid in de omgeving van Sint-Petersburg die eigenlijk gigantisch veel interesse heeft in de ontwikkeling en de implementatie van Unitary String Technologies. Dus zo zou dat eruit kunnen zien. En wat dan direct opvalt is dat het alles zich bevindt op het tweede niveau. Dus mensen kunnen via een trap of een lift of een roltrap van de begane grond naar de eerste etage. En daar kunnen zij opstappen en hun reis gaan beginnen naar het eerstvolgende opstapstation, net waar zij zelf naartoe willen. We hebben drie soorten type stringrails binnen het arsenaal van Unitary String Technologies. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules te aanhangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules er zowel aanhangen als bovenlangs overheen kunnen rijden. En het prachtige van dit type stringrail is dat bijvoorbeeld goederen en passagiersvervoer gelijktijdig van de stringrail gebruik kunnen maken. Dan hebben we ook de flexibel stringrail en het woord flexibel zegt het al, dat is een flexibele spoorconstructie waarbij het diepste punt altijd lager is dan de intermediate support zoals jullie dus ook op de foto kunnen zien. Of tenminste niet de foto, de tekening op de foto's zien jullie hoe de spoorconstructies er in het echt uitzien en hoe smal dat in feite is. Ook door middel van staal op staal wrijving komt er energie vrij en die energie wordt ook weer opgevangen in een van de accu's die de modules met zich meedragen. Deze accu's kunnen, tenminste de energie die wordt opgewekt, kunnen ze voor zichzelf gebruiken, dan wel eventueel afstaan voor andere doeleinden. Dus zo innovatief zit het in elkaar. De aerodynamica is ook natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Je kunt niet een baksteen ontwerpen en ervan uitgaan dat die dan ook aerodynamisch zo op orde is dat hij niet veel energie opzuigt. Dat werkt zo niet. Als we kijken naar de modules van Unitary String Technologies, aan de rechterkant zien we de U-flash. Dan zien we dat hij zowel voor als achterlangs volledig is gestroomlijnd, waarbij dus er geen windcirculatie zowel voor als achterlangs de modules ontstaan. Als we kijken naar de auto, aan de linkerkant van jullie sheet, dan zien we dat er aan de voorkant de windcirculatie nog oké is. Maar aan de achterkant ontstaat er ontiegelijk veel vuile lucht met wat dus eigenlijk weer gevolg heeft voor auto's die tegemoet komen rijden of de achterrij. En dit is de U-flash. De U-flash is de hoogsnelheidsmodule van Unitary String Technologies. En die heeft een topsnelheid van 500 km per uur. Echter is het ook zo dat deze topsnelheid tot nu toe nog niet is gerealiseerd. En dat heeft ermee te maken dat de testbaan in Wit-Rusland op het Ecotechnopark te kort is. Ze hebben een testbaan nodig van minimaal 25 km lang. Omdat 10 km is nodig om te accelereren van 0 tot 500 km per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Er wordt nu gekeken of het zowel in de Emiraten gerealiseerd kan worden of alsnog in Wit-Rusland. Maar in het ene land zijn de bouwkosten iets duurder als in het andere land. Zodra dit bekend is, gaan wij dit ook met jullie delen in onze welbekende social media kanalen of WhatsApp kanalen. Dit is de volledige rolling stock van Unitary String Technologies. In alle modules behouden ze de U-flash en de U-light, waar ik later op terugkom,
kom, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. We beginnen linksboven, dan zien we de U-Wind. En dat is een lichtgewichtmodule die een topsnelheid heeft van 150 km per uur, biedt plaats aan twee personen. Dan krijgen we de Unibike. Deze biedt ook plaats aan twee personen. Dit is het eerste geteste en gecertificeerde model binnen de rolling stock van Unity String Technologies. En dit is medio 2000, einde 2016 gerealiseerd. Dan krijgen we de U-Car, U4, U4-1 en U4-30, T1 en T3. Eigenlijk zijn deze compleet identiek, alleen dat bij de driedubbele versie er plek is voor 18 personen en bij de enkele versie er plek is voor 6 personen. Dan krijgen we de Unibus U4-210. En in deze configuratie, de enkele versie, is er plek voor 12 tot 14 personen. En in de driedubbele versie kun je dat zelf ook wel weer oprekenen, optellen. Hetzelfde geldt voor de Unibus U4-220-T2. Enkele versie is er plek voor 25 personen. En in de driedubbele versie is er plek voor 64 personen. De U-Flash, zoals reeds gezegd, heeft een topsnelheid van 500 km per uur. En in deze configuratie is er plek voor 6 personen. Dit is de nieuwe generatie modules van Unitsky String Technologies. En hier zien we de U-Lite en de U-Bus Carrot. En in de linkerkant zien we dus de U-Lite. Deze module zal ook worden gebruikt voor het eerste commerciële project. Dit bevindt zich ook in Wit-Rusland naast het Ecotechnopark. En we zien de U-Bus Carrot. En op dit moment is hij ook zijn testfase begonnen in de Verenigde Arabische Emiraten op het testpark van Sharjah. Ook op het gebied van goederenvervoer is Unitsky String Technologies niet stil blijven staan. Door de afgelopen pandemie waar we mee te maken hebben gekregen, is de vraag van het passagiersvervoer vele malen meer terechtgekomen bij het goederenvervoer. En op dit moment zijn dus de Unicont in ontwikkeling. En de Unitruck is eigenlijk al een iets oudere module, wordt ook getest op het Ecotechnopark. En hetzelfde geldt voor de U-Trans, of de Unitrans, als een grote lopende band, waarbij het mogelijk is om bijvoorbeeld ruwe aardse materialen, denk hierbij aan steenkolen, ijzererts, te verplaatsen van waar het wordt gewonnen naar een overslaggebied. Bijvoorbeeld landen zoals Kazachstan hebben hier ook veel interesse voor. Dit is de U-Cont. De U-Cont komt er in twee versies. Een staande module en een hangende module. En eigenlijk op deze foto zie je hoe dat er in 3D uitziet. En we zien ook al twee kleine afbeeldingen van dat de module op dit moment ook wel degelijk wordt geassembleerd in de assemblagehal. Dus eigenlijk zeer fantastische, mooie afbeeldingen die toch wel positieve gevoelens, al zeg ik het zelf, en positieve berichten naar buiten, met zich mee naar buiten brengen. Dit is het eerste commerciële traject van Unitsky String Technologies. Deze baan is plusminus 1125 meter lang. En deze bevindt zich langs het Ecotechnopark. En wat gaan ze met deze baan doen? Deze baan zal worden ingezet, of deze modules zullen worden ingezet om toeristen van de parkeerplaatsen naar een groot vakantiepark te brengen wat aan de achterkant zit van het Ecotechnopark. Waarbij dus de mensen dus ook de ervaring kunnen hebben hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies. En anderzijds dat Unitsky String Technologies de data kan vergaren voor de grotere commerciële projecten. Dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Dit hebben ze nu een aantal jaren betreden. Het oude voldeed niet meer, ze groeiden letterlijk uit hun barst, uit hun voegen. En hier werkt eigenlijk een enthousiast team van plusminus 1000 man sterk dag en nacht samen met Anatoly Unitsky om zijn idee te realiseren. Ondanks de huidige politieke situatie waar we nu mee te maken hebben, is het wel zo dat overheden, zowel op westelijk gebied als op oostelijk gebied, nog steeds de ontwikkeling van Unitsky String Technologies ondersteunen. Op het moment dat het is ontworpen en is uitgetekend, dan gaat het naar de fabriek en daar zijn de handige handen en die zetten het in elkaar op de assemblageband. Dus op het moment dat het is ontworpen, dan gaat het dus naar de fabriek, daar wordt het in elkaar gezet, daar wordt het ook al deels getest. En als het uiteindelijk in elkaar is gezet en het is deels al getest, dan gaat het in zijn geheel als totaalconcept naar het grote Ecotechnopark in Wit-Rusland of de Verenigde Arabische Emiraten. En daar wordt het ook daadwerkelijk getest. Het Ecotechnopark kun je eigenlijk zien als een grote showroom in de open lucht. Er staan hier verschillende onderdelen van Unitsky String Technologies. Het is echter wel zo dat wij enkel invloed hebben op de ontwikkeling van Unitsky String Technologies zelf. Dus dat is puur enkel de modules die worden ontworpen en de stringrail. De ecohuizen.
en de Euterra die hier al op kleinschalig gebied wordt getest en is ontwikkeld, vallen hier niet onder. Dit wil ik wel even duidelijk vermeld hebben. Daar hebben in de afgelopen periode ook al rustig verschillende berichten over gegeven, maar het is heel belangrijk om dat wel even een klein stukje aan te tippen. Er wordt getest in verschillende weersomstandigheden. Zowel in regenklimaat als in wintersklimaat. Dus Uniski Strength Technologies kan straks in alle weersomstandigheden, denk je bij aan hitte, kou, regen of veel sneeuw, eigenlijk in elke omgeving kunnen zij bouwen. Ondertussen wordt er ook een extra lijn op het Ecotechnopark in Wit-Rusland gerealiseerd. En deze lijn zal straks ook worden getest. En dat is ervoor om ervoor te zorgen, omdat we verschillende overheden hebben ook verschillende vragen. En ja, niet iedere stringrail kan ook het gewicht tillen van bepaalde modules. Dus daar is echt wel over nagedacht en er wordt echt wel serieus naar gekeken om dat goed te realiseren. En dit zijn alle modules, nou ja, bijna alle modules van Uniski Strength Technologies op een oogopslag hoe dat er dus uitziet. En wat je dan direct ziet is dat op de stringrail aan de voorkant zie je de U-Flash boven en de U-Bus 220T2 aan de onderkant. En ze kunnen gelijktijdig van A naar B rijden. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van Uniski Strength Technologies. Alle modules produceren ongeveer een decibel van 80 dB. Op het moment dat het op 150 km per uur voorbij komt rijden, dan heb je dat eigenlijk nagenoeg niet in de gaten. Het is ook zo dat het ook voor de dieren vele malen beter is, want die hebben ook geen schrikreactie meer. Daarbij is ook de stringrail zelf geïsoleerd, de modules zijn zelf geïsoleerd om ervoor te zorgen dat het geluid zo minimaal mogelijk is en dat je het niet kunt vergelijken met een NS-trein of een trein van de Belgische spoorwegen voor onze zuidelijke vrienden. En de mensen die in België wonen, dat kun je gewoon niet met elkaar vergelijken. Eerder als je het geluid hebt gedetecteerd, dan is de module al voorbij. Daarnaast hebben ze ook verschillende samenwerkingen. Dit is een samenwerking met Belgische bedrijf Bekaert. De Belgische participanten zullen dit onherroepelijk herkennen. En ook tijdens deze politieke situatie, waar Uniski Strength Technologies zeker los van staat, worden ze zowel nog door verschillende westelijke bedrijven als oostelijke bedrijven ondersteund. Dan hebben ze ook een samenwerking met Chinese bedrijf Lenovo. En zij hebben ervoor gezorgd om de data voorzieningen te realiseren. Dus denk hierbij aan de chips, de datakasten, computersystemen, alles om ervoor te zorgen dat Uniski Strength Technologies zich goed kan doorontwikkelen. En dit is dan het testpark in de Verenigde Arabische Emiraten en dat is het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Dit testpark heeft een gigantisch goede functie, gigantisch mooie functie. De Emiraten hebben een volledige stage opgekocht aan $25 miljoen, omdat zij het gigantisch zien zitten in de ontwikkeling van Uniski Strength Technologies. Dit is een van, zoals hun zelf zeggen, de key partners of het Sharjah Research Technology and Innovation Park. En wat doet dat park dan? Nou, dat park zorgt er eigenlijk voor dat zij A en C met elkaar in verbinding brengen. Zij zijn B. Uniski Strength Technologies is A, heeft het idee, heeft het product. En C zijn bijvoorbeeld ambtenaren, overheidsorganen, invloedrijke personen. En zij brengen die met elkaar in contact, zodat Uniski Strength Technologies aan hun het product kan laten zien. Inmiddels is het zo dat op het testpark de baan van 400 meter is gerealiseerd. Er zijn al een aantal gebouwen gerealiseerd. Het houten ecohuis is inmiddels helemaal af. En inmiddels wordt er ook getest op infrastructuur. Nou, dit is een kleine foto. Het zijn twee kleine foto's van de testbaan van 400 meter. Deze is compleet gecertificeerd. En daar wordt ook al zowel op passagiersgebied als op goederenvervoer getest. Dus ik denk, ja, zo'n kleine container. Alle modules van Uniski Strength Technologies worden 5 keer zwaarder beladen dan eigenlijk noodzakelijk zou hoeven zijn. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de stringrail niet zou kunnen knappen door middel van ijzermoeheid of metaalmoeheid. Maar dat alles gewoon naar behoren functioneert. Nou, dit is een certificaat wat aangeeft dat de infrastructuur van de baan van 400 meter veilig is. Maar dit is een heel belangrijk certificaat, want dit certificaat is eigenlijk al met één stap in de goede richting. Dat is straks ook de certificering van alle andere banen, testbanen en in de toekomst commerciële trajecten op orde gaan krijgen. Dit is een ander certificaat wat aangeeft dat, dat alles op orde is binnen hun management kwaliteitssysteem. Dat is een certificaat wat is afgegeven door TUV, dat is een internationaal erkende organisatie. KPN in Nederland heeft daar ook certificaten van. Dus we zien dat, dat op alle gebieden, eigenlijk achter de schermen, de ontwikkeling van Uniski Strength Technologies wordt ondersteund.
Nou, dit is een certificaat wat aangeeft dat ook in de Emiraten Genetische String Technologies op wetenschappelijk niveau aan het opereren is. Dit is gigantisch positief nieuws. En dit soort certificaten, waarvan veel mensen zoiets hebben van ja, maar wat is daar nou belangrijk aan? Juist dit soort certificaten zijn de goede stap naar de toekomst. Dit soort certificaten krijg je niet, kun je niet kopen, die moet je echt verdienen. En daar kunnen we alleen maar constateren dat Junitsky String Technologies alles op orde heeft. Dit is Anatoly Junitsky en Anatoly Junitsky controleert nog heden ten dagen alles met het eigen blote oog. Of alles klopt zodat wat hij heeft ontworpen. Nou, en dit is dan opnieuw de Ubus Carrot. Dat is eigenlijk het vlaggenschip van Junitsky String Technologies. Daar ga je in de toekomst heel veel meer van zien. En hier is hij eigenlijk net uit het service depot en gaat hij zijn eerste meters maken op de testbaan van 2,5 kilometer lang. Waarbij de intermediate supports op 2,5 kilometer of 288 meter van elkaar staan geïmplementeerd. Aan de linkerkant zien we de Ubus Carrot en op de achtergrond het Sharjah Research Technology and Innovation Park. En op de rechte foto zien we eigenlijk is dat een foto die is gemaakt tijdens de goedkeuring van, de certificering van een van de aspecten van deze testbaan. Dus al met al ook weer positief nieuws. Dit is testbaan 2. Er komt ook nog een testbaan 3, maar we focussen ons nu voornamelijk op testbaan 4 en in het verlengde op testbaan 2. En testbaan 2, de constructie staat er al een aantal jaar en aan de rechterkant zien we jullie hoe dat er in de nabije toekomst uit gaat zien. En op de linkerkant zien we hoe we eigenlijk langzamerhand de diepte in kunnen kijken door de gebogen constructie. Als ik het kort samen zou moeten vatten, dan is het transportsysteem CO2-neutraal, innovatief, milieuvriendelijk. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. En zo kan ik de lijst met positieve aspecten alleen maar langer maken. Zijn er negatieve aspecten? Mijns inziens niet, maar meningen mogen verschillen. Dit is gewoon een fantastisch totaal concept, wat een antwoord is op heel veel vragen. Ja. Dan gaan we langzamerhand naar de updates. Nog steeds heden ten dagen worden er veel updates, veel mediaberichten met ons gedeeld over de ontwikkeling van Junitsky String Technologies of Ubus Sky Transport of Ubus Discovery. Dat is gigantisch positief. Dus inmiddels op elk continent is er bericht gedaan van de ontwikkeling van Junitsky String Technologies. En dat moeten we hebben. Media-aandacht zorgt voor aandacht die nodig is. We kunnen een fantastisch idee ondersteunen, maar als er geen media-aandacht voor komt, dan blijft een idee in dop en dan kan het zich nooit uitkristalliseren. Er zijn er natuurlijk ook overheidssystemen en mediabedrijven die in het begin van de ontwikkeling van Junitsky String Technologies zeer kritisch zijn geweest, dan wel negatief zijn geweest. Maar diezelfde instanties komen er nu op terug en geven aan dat dit transportsysteem wel degelijk het beste systeem is wat ze zouden kunnen implementeren in bestaande infrastructuur, dan wel in infrastructuur die nog ontworpen moet worden. Dus ook weer positief. Nou, daarnaast is het een komen en gaan van delegaties. Ook het Franse radiozender heeft onlangs nog een bericht gedaan van de ontwikkelingen in de Verenigde Arabische Emiraten. En daarnaast komen er ook dagelijks verschillende overheidsinstanties, of particuliere private instanties, naar het testpark om te kijken naar de ontwikkeling. Dit is koning Letsi III, dat is koning van Lesotho. En Lesotho is een land in Afrika dat zijn grens deelt met Zuid-Afrika. Nou, dit land is zeer geïnteresseerd in de implementatie van Junitsky String Technologies naar de havenstad in Zuid-Afrika, Durban, zodat ze hun infrastructuur ook beter op orde kunnen krijgen en op een efficiëntere manier goederen en passagiers zouden kunnen verplaatsen van A naar B. Dus wederom positieve geluiden. Nou, dit is de 15 kilometer in Dubai. Nadesta Kosareva, CEO van Junitsky String Technologies, heeft aangegeven dat dit project in ontwikkeling is. En als we kijken naar wat er vrij wordt gegeven naar Dubai, dan zien we dat het nog steeds Junitsky String Technologies een prominente rol vervult in de commercials of in de reclame. Ook weer om het onder de aandacht te brengen dat er een verandering aan gaat komen en dat het met Junitsky String Technologies of Ubus Sky Transport zal zijn. Nou, dit is Hussein Al-Mahmoudi, CEO van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. En hij geeft aan dat op het moment dat het tot een succesvolle certificering komt binnen het testpark in Sharjah, dat de eerste commerciële trajecten in het emiraat van Sharjah zullen worden aangekondigd. Nou, en dit is dan hoe dat er eventueel uitziet. En wat we dan direct weer zien op een kleine foto, is dat ze gebruik willen maken van de Ubus Carrot. Dus
deze module gaat een gigantisch positieve rol vervullen in nu en de nabije toekomst. Nou, dit is de sheikh van het emiraat Ras Al Khaimah. En Ras Al Khaimah wil commerciële trajecten in hun emiraat implementeren. Maar ze geven ook de ruimte aan de ontwikkeling van Uterra. En Uterra, daar hebben we in de afgelopen periode heel veel informatie over gedeeld. Daar delen we ook nog steeds heel veel informatie over. Maar Uterra wordt in de Emiraten doorontwikkeld. Daar is een aparte crowdfunding voor. Het staat je daarin vrij om erin te participeren. In deze webinar gaan we ons voornamelijk focussen op Unitsky String Technologies. Maar Uterra wordt nu op grootschalig gebied doorontwikkeld. En daar is heel veel belangstelling voor wereldwijd. Maar het moment is ook nu om dat te gaan lanceren. Dus er gaan nu twee ontwikkelingen langs elkaar lopen. En dat kan mijns inziens ook prima. Maar dan weten jullie ook dat dus Uterra in het emiraat van Ras Al Khaimah wordt doorontwikkeld. Nou, ook Saoedi-Arabië is teruggekomen op het testpark in de Emiraten. En die zijn zeer geïnteresseerd, want zij zijn bezig met een heel groot project genaamd Neom The Line. Dat is een stad van 170 kilometer lang. En zij willen kijken welke transportsystemen zouden we daar het beste in kunnen implementeren. Virgin Hyperloop hebben ze ook naar gekeken, maar Virgin Hyperloop is reeds gestopt. Unitsky String Technologies heeft eigenlijk de beste papieren. En ja, het zal een kwestie van tijd zijn dat ze dat misschien wel of niet zullen aankondigen. Maar er is zeer veel interesse voor. En de onderhandelingen zullen achter de schermen ongetwijfeld al in een stadium zitten die wij ons niet kunnen voorstellen. Nou, dit is ook van een potentieel commercieel traject in de omgeving van Sint-Petersburg. En dan zie je dat ze ook weer hiervoor de U-Carrot willen gaan gebruiken. Nou, dit is een samenwerking die is afgekondigd door een Indonesische entiteit met Uscovery. En zij willen eigenlijk heel graag een traject van 3 kilometer realiseren om passagiers efficiënter te kunnen vervoeren van een opstapstation naar een winkelcentrum. En ze zullen ook in de nu en de nabije toekomst gaan kijken voor grote steden zoals een nieuwe te bouwen stad Nusantara. Als ik het goed uitspreek, mocht het niet zo zijn, excuus hiervoor. Om de Jakarta eigenlijk letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen barst. Nou, dit is ook weer een samenwerking met een Europese entiteit. En zij zijn ook geïnteresseerd in de implementatie van Unitsky String Technologies. Denk hierbij aan het land Spanje, Turkije, Saoedi-Arabië. En zo zul je straks nog veel meer landen voorbij zien komen die dit innovatieve transportsysteem gaan krijgen. Nou, dit is een samenwerking met het Indiase bedrijf eSky Transport. eSky Transport wil eigenlijk ook de implementatie van Unitsky String Technologies in een deelstaat in India gaan realiseren. En daarvoor hebben ze uiteindelijk ook de onderhandelingen gestart. En uiteindelijk is ook de minister van Transport van India onlangs op het testpark in de Emiraten geweest. En die heeft eigenlijk een zeer positieve review achtergelaten, zowel in schrift als in video. Waarbij we dus eigenlijk kunnen langzamerhand de eerste commerciële ontwikkelingen kunnen gaan zien groeien. Natuurlijk willen velen van ons zien dat er een handtekening wordt gezet, maar alles begint met dit soort ontwikkelingen op de achtergrond, achter de schermen. Als deze ontwikkelingen er niet zijn, dan is er ook niks. Nou, Brazilië is eigenlijk ook zo'n verhaal. Die zijn al een aantal keer op het testpark komen kijken. Maar ook onlangs zijn ze weer op het testpark gaan kijken naar de ontwikkelingen van Unitsky String Technologies, omdat ze ook in Brazilië eigenlijk dit systeem willen implementeren. Daarnaast heeft Unitsky String, of U-Sky Transport moet ik zeggen, een groot event georganiseerd, waar ook bijvoorbeeld B-Kaart aanwezig was. Eigenlijk alle key partners van U-Sky Transport of Unitsky String Technologies zijn hierbij aanwezig geweest. En dan zie je dat ondanks de huidige situatie waar we met z'n allen mee te maken hebben, ook Unitsky String Technologies in haar ontwikkelingen, zie je dat toch er een steun is wereldwijd voor de ontwikkeling van dit milieuvriendelijke systeem, wat goed is voor mens en natuur op verschillende vlakken. Nou, dit zijn landen waarbij Unitsky String Technologies aangeeft dat ze contracten hebben getekend. Nou, de Verenigde Arabische Emiraten is logisch. De Verenigde Staten is misschien voor sommigen een verrassing. Rwanda, daar zijn ook ontwikkelingen van gedeeld in eerdere webinars, maar ook in verschillende berichtgevingen al. Dus daar zijn ze ook mee bezig. Nou, dan krijgen we El Salvador, land in Latijns-Amerika.
En we hebben Kazachstan. Dus met deze landen geven Unisys String Technologies aan ver gevorderd te zijn. En hoe lang duurt het dan voordat zo'n traject geïmplementeerd zou kunnen zijn? Als alles meewerkt, dan praat je over een tijdspanne van plus minus 2 jaar, minimaal 2 jaar. Maar dan moet alles meewerken. Is het zo dat ergens een kink in de kabel komt, of er zitten een paar hiaten in berekeningen, dan kan het langer duren. Daar hebben we geen invloed op. Daar waar mensen werken, kunnen er fouten gemaakt worden en dat gebeurt niet expres. Maar als alles meewerkt, dan kan zo'n traject binnen 2 jaar gerealiseerd worden. Dit is Nadessa Kosereven. En Nadessa Kosereven is de CEO van Unisys String Technologies, zoals eerder aangegeven. En zij geeft dikwijls interviews in internationale tijdschriften, denk je bij aan Forbes, waarbij ze echt gewoon aangeeft dat Unisys String Technologies klaar is om de commerciële markt te betreden. Unisys String Technologies heeft aangegeven dat er inmiddels een aantal trajecten zijn ondertekend. Het is echter nog niet zo dat wij weten welke trajecten dit zijn. Het is voor iedereen nog een positieve verrassing, maar dit gaat binnenkort, zodra het er klaar voor is en het mag, gaat het met ons gedeeld worden en dan kunnen wij het ook weer met jullie delen. En dit is eigenlijk het totaalconcept van Unisys String Technologies. In deze webinar hebben we ons voornamelijk gefocust op Unisys String Technologies, maar binnen Unisys String Technologies zit nog meer. Daar zit ook lineaire cities in de vorm van U-cities. Daar zit U-Terra. Daar heb ik heel kort aangestipt. En mijn collega Nettie Sommers heeft dat in eerdere webinars uitgebreider belicht. En we hebben ook nog U-wind. En dat is eigenlijk straks op windenergie. Maar deze technologie, alles bij elkaar, gaat er straks voor zorgen dat er een antwoord is gekomen op een wereldwijde vraag. Dus dat zien we in deze breukentaart, zien we dat eigenlijk kort. Nou, daarnaast, wat kunnen wij gaan verwachten na stage 15? Op dit moment zitten we in de laatste fase. Maar er gaat nog veel meer komen dan dat we nu onszelf kunnen voorzien. U-Terra is op dit moment gelanceerd en veel mensen begrijpen dat niet, waarom dat nu is. Omdat nog steeds de crowdfunding voor Unisys String Technologies open is. Soms moet een product eerder de markt op dan we zouden willen. Omdat het nu gewoon zo is dat er wereldwijd een vraag is naar een grondverbeteraar en dat Unisys dat antwoord heeft. Dus dat is de reden dat dat nu moet. Unisys heeft een gigantische voorsprong op de concurrentie, maar het is wel zo, als hij daarmee wacht, dan is hij zijn voorsprong kwijt. En dat wil hij niet, maar dat willen de mensen die dit ondersteunen ook niet. Het is voor iedereen nogmaals een vrije keuze. We kunnen ecohuizen verwachten, we kunnen de ontwikkeling van de U-Flash gaan verwachten, de ontwikkeling van de lineaire steden gaan verwachten. Dus al met al zie je hier een kleine greep uit wat we kunnen gaan verwachten. Nou, en dit zijn onze contactgegevens die je zou kunnen raadplegen op het moment dat je vragen hebt. We zijn eigenlijk op alle social media platforms zijn we actief, op Facebook, WhatsApp, Telegram, tegenwoordig zelfs Instagram. Daar zijn we allemaal actief op. Maar het kan natuurlijk ook altijd zo zijn dat je een vraag hebt waar je niet uitkomt. En dan zou je Nettie of mij eventueel kunnen contacteren. Nou, dan kom ik bij het laatste onderdeel uit. En dat wil ik ook nog even kort met jullie delen. Dit is Smart World Community. En Smart World Community is eigenlijk een platform waar een hele hoop antwoorden zijn voor al jullie vragen. Ik zeg altijd heel simpel. Hoe meer kennis je hebt, hoe meer macht je hebt. En Smart World Community maakt het op een laagdrempelige manier mogelijk om moeilijke kennis op een simplistische wijze met jullie te kunnen delen. Het is gratis. Je kunt erbij inloggen met je eigen accountgegevens, die je ook gebruikt om in te loggen op je account van SkyWorld Community. Kijk er eens rustig rond. Het is zeer interessant en je kunt er heel veel informatie vinden. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben. van de applicatie AdvaHunter. En wat doe ik hiermee? In feite maak ik hier foto's van Unisys String Technologies in bestaande infrastructuur of bestaande omgevingen. Dit is toevallig in Nijmegen. Om mensen en overheden op de hoogte te brengen en om Unisys String Technologies onder de aandacht te brengen. Maar zo kan ik jullie ook een idee geven hoe dat in de nabije toekomst eruit gaat zien. Dus dit is eigenlijk al nagenoeg echt. Het is alleen wel zo. Ja, het is gedaan met augmented reality, maar het geeft wel het beste resultaat weer van wat wij kunnen gaan verwachten. En wat in nu en in de nabije toekomst ook daadwerkelijk realiteit gaat worden.
Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en van mij. Mocht je een vraag hebben waar je even niet uitkomt, dan kunnen jullie ons altijd benaderen en bereiken. Wij zijn er niet voor om vragen te beantwoorden die gaan over... Ja, ik ben sinds 2016 al lid, of ik participeer sinds 2016 in het innovatieve transportsysteem. Ik heb het de afgelopen jaren niet meer gevolgd. Kun je me op de hoogte brengen? Nee, die vragen gaan we niet meer beantwoorden. Al die antwoorden staan inmiddels op social media kanalen heel rustig en duidelijk omschreven. Ik begrijp het ook niet op het moment dat je ergens in participeert, dat je dan de rode draad kunt kwijtraken. Maar goed, dat zal misschien iets zijn wat aan mij ligt. Mocht je een vraag hebben over je account of te maken krijgen met overlijdenssituaties, neem dan zeer zeker echt even contact op met Nettie of met mij. Wij proberen jullie op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen en te helpen. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie en ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Normaal gesproken zou ik zeggen van ik hoop jullie op de eerstvolgende webinar wederom te zien. Ik kan helaas niet aangeven wanneer die webinars zullen zijn. Wel zal het zo zijn dat wij offline events hebben in Nederland en België. Probeer jezelf daarop bij aan te sluiten, want dat zullen voor voorlopig even de manieren zijn waarop we met jullie kunnen communiceren. En waarop we met jullie eigenlijk de ontwikkelingen op een goede manier kunnen delen. En waarbij er ook ruimte is voor vragen, zodat we ook een antwoord kunnen geven op jullie vragen. Nou goed, rest maar weinig anders dan jullie een fijne avond toe te wensen. En ja, ik hoop jullie in en nabij de toekomst op een van de offline events te mogen verwelkomen. Nogmaals, dank voor jullie tijd, aandacht en energie.